Yo, what's going on guys? Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Far Cry 5. Inmiddels aflevering 37 alweer. We zijn lekker onderweg in de Whitetail Mountains. Dat betekent dus dat we bijna Jacob zijn complete verzetsniveau vol hebben. Die balk zit bijna vol. We gaan bijna naar niveau 4. We hebben letterlijk nog 600 XP nodig. Dat betekent dus dat de story missies goed gaan. En dat we zo snel mogelijk verder kunnen. Ik zie daar in de background iets gebeuren. Ik ga meteen dus mijn nieuwe wapens uittesten. Kijk even wat voor wapen. Hoppa. Dat was een hele goede snip. Ik heb een compleet nieuwe sniper uitgetest vandaag. Met een nieuwe scope en een silencer erop. Het is niet de MP40, maar een... Of de MB.50 of zo. Het is een ander wapen. Het is in ieder geval ook een 50 caliber round. Dus als je kijkt, 50 cal... Pittig nice wapens, dan heb ik de allerlaatste MP5 in de submachine gun lijst. Klinkt zo. Heeft dus blijkbaar ook nog eens een burst aanstaan. Super nice. En deze boog ben ik terug aan gegaan. Daar op 500 meter afstand moeten we naar de visplek gaan om een cheeseburger te bevrijden. Daar heb ik een markering neergezet op een wolvenbaken. En ik wil allereerst naar die preppervoorraad daar. Kijk maar op mijn mapje. 434 meter. Als ik dan namelijk kijk, dan gaat het om deze. Dat is een preppervoorraad waar en een magazine is. En een Vietnam aansteker. En een preppervoorraad. En een sidequest. Dus best wel veel bij elkaar. En dat is de reden dat ik eventjes heen wil. Dus dat is het allereerste wat we zullen doen deze aflevering. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support showen. Een like droppen. En aflevering 37 gaat hopelijk in het teken staan van hele toffe cutscenes. Story missions, etc. Want ik ben eigenlijk de secte een beetje zat. Dit is namelijk het punt waarop ze boos zijn. Elk gebied heeft dat gehad. Dat je een hoog verzetsniveau krijgt. En dat ze gewoon continu irritant doen daardoor. Ze zijn nu continu zeg maar naar mij op zoek. Continu op jacht. En dat komt je op een gegeven moment echt de strot uit. Dat je denkt, ja nou weet ik het wel, pleurensector. Continu indicatortjes dat ik word ontdekt. Je wordt er echt gek van. Wat de hel gebeurt hier überhaupt? Wat was dat voor aim? Kijk jongens, daar gaat het om. Die locatie recht voor mijn neus gaan we eventjes ontdekken. En daarna zullen we fast kunnen travelen. Dus kunnen snel reizen naar de gebieden die ik heb gemarkeerd. Het gaat om een wolvenbaken, het gaat om een story mission. Maar eerst eventjes dit gebied. Samen met Boomer en Jess. Huis van Elliot is het. Aan een meertje gelegen. Het is prachtig. Ik ben voornamelijk heel erg benieuwd naar de story nu. Dus dat is een beetje de focus die ik wil leggen deze aflevering. Best wel een lugubere setting. Als je ziet dat iedereen gewoon dood is als je aankomt. De volhouders. Please, kill the copyright. Hier een magazine van zombies. Ik vind de sound effects van die alien tijdschriften voornamelijk erg eng. Maar goed, dit is nog steeds niet... ...de secret voor prepper voorraad. Want alles is afgesloten, gebarricadeerd zoals je ziet. Ah, ik zie het al. Ik ga eerst eventjes de kelder in trouwens. Ik zie een beetje wat de puzzel is.
van dit gebied. Interessante prepper voorraad, ik pik meteen de aansteker mee. Here's where you get the most bang for your buck. Not a lot on there. Ah, wauw. Oké. Verkeerde volgorde dus. Kijk, ik moest simpelweg het raam uit bij het badkamer. En dan kun je dit rondje lopen om hier er weer naar binnen te gaan. En je ziet dat de sect het hier niet zo heel simpel heeft gehad met het overnemen van dit huis en die Elliot zijn huis uit te zetten. Ik zie gewoon een en al afslachting namelijk. Ja hoor, precies nu komt die backup. En dit is die arme Elliot. Hij heeft het net niet overleefd. Hij heeft zoveel gasten verslagen. We hebben zijn sleutel opgepakt. We zijn volgens mij allemaal wel dood, toch? Ja. Pak al met je vliegtuig, ik ben gewoon bezig. Kijk al dat geld, joh. Elliot was lekker bezig, hij had echt een zieke stash. Shit. Not today, fuckwads. Ja, vet shit man. Cool, prepper voorraadje zit erop. En laten we de visplek maar gaan bereiken voor cheeseburger. Ik vind het wel zonde dat ik het in de nacht moet doen, die missie eigenlijk. Ik vind het eigenlijk best wel vet om cheeseburger missie overdag te doen. Maar goed, dan doen we het toch al gewoon op deze manier. We gooien een fast travel naar de Fang Center. Dan doen we het wolvenbaken. En dan gaan we naar hem toe. En doen daar meteen weer deze prepper vooruit. Dus mooi ingepland. En dan doen we uiteindelijk, jongens, story gedreven missies. Zoals bijvoorbeeld Herc. En waarschijnlijk is tegen die tijd mijn reputatie hoog genoeg. Moet je er trouwens gewoon even kort bij stilstaan. Hoe geflipt deze secte is. Als je bijvoorbeeld in het laadscherm zit, dan zie je Jacob en dat wolvenlaadscherm. En zijn taak is letterlijk, ik dun de kudde uit. Dus als je daarover nadenkt, dan hebben ze dus allemaal één grote taak binnen die secte. En dat is zo'n eng idee. Even kijken wat we daar hebben hoor. Ja, dit zijn sectemannen. En daar is wolvenbaken, dus ook sectemannen. Maar ze hadden dus allemaal hun eigen taak. En zo hebben bijvoorbeeld John en Faith hebben we dan wel al uitgeschakeld. Maar gewoon het idee. Duwtje mis vrij. Got your back, bro. Oh, hij pakt meteen een wapen. Dat is ook wel vet. Saw one of the judge wolves run right through a campfire and keep going. Fucker didn't even care it was on fire. Kijk even hoeveel wapens hij meteen pakt. Pak meteen dubbele wapens op. Hij heeft er zin in. If Jacob's hunters catch you, you'll end up in that fucking chair of his. Hij herhaalt nu dezelfde teksten. Oh, weet je wat? Take your fire. You fucking boo, I see you.
ging echt net goed, anders was ik weer dood gegaan. Nog meer reputatie erbij. Zo zijn we toch best wel lekker bezig hier. En is Jacob bijna helemaal klaar. Eens even kijken. We gingen nog een markering neerzetten, right? Er verschillende dingetjes in de buurt. Dit is ook in de buurt. Nou, eerst maar daar. We doen wel eerst de prepper voorraad. Wie weet is het dan tegen die tijd nacht. Is het niet meer nacht, bedoel ik. En dan kunnen we cheeseburger overdag doen. Het gaat over een generator. Hoe moet ik nu de deur open krijgen om het vliegtuig naar buiten te rijden? Hangar open u. Mol. Geinig. Ik hoor een collectible. Ik hoor een bobblehead van cheeseburger. Klinkt veel te derpy ook. Wat is dat hier allemaal, joh? Er ligt iets te rot op het dak. Er zit een arend op de radiotoren verderop met iets in zijn klauwen. Ik weet bijna zeker dat het over het huis vloog en wat liet vallen. Nu ligt dat in de zon te bakken. Je moet omhoog om het schoon te maken. Ugh. Sounds disgusting, bruh. Hoe wil ik daar op gaan dan? Ik heb een flauw vermoeden. Wel cool. Prepper voorraad is leuk, man. Zeker voor de afwisseling. Dat je continu hetzelfde aan het doen bent, namelijk. Sekte killen. Zeker hoe bozer hun op mij worden, hoe vaker je dezelfde soort dingen doet. En dat is niet erg, het is Far Cry, het is een shooter, I know. Maar de sekte kan je echt wel de strot uitkomen op een gegeven moment. Wanneer je in dit verzetsniveau continu wordt achterna gezeten. Dus dan zijn dit soort, toch wel een soort kleine raadseltjes. Een beetje afwisseling in de gameplay, is nooit verkeerd, toch? Sowieso is storyline afwisseling in de gameplay, maar... Je krijgt geen cutscenes en geen storyline voordat je dat hele verzetsniveau balkje achter de rug hebt. En dat is misschien gewoon de meest tergende factor van deze singleplayer. Even kijken, hier was niets specifieks, toch? Nee, alleen maar dat ik vanaf dit punt boven op het dak kan landen. En waarschijnlijk ook op die manier binnenkom. Ugh. Hoor hem nou. Het zijn geinige collectibles, maar als je je beseft dat dit dus een werkplaats is en er staat daar eens zo'n bobblehead. Stel, de bobblehead maakt de hele dag dat geluid. Dat kan toch niet, joh. Is dit niet gewoon al de stash? Dit lijkt mij de stash. Waarom niet? Mooi vliegtuig trouwens, joh. Speciaal sectenvliegtuig. Nu pas is hij gehaald. Echt een fucking mooi vliegtuig. Roedeljager. Oh, en hier is nog alle geldjes.
Zo dom dat die game frame drops geeft als je geld oppakt. Like, hoe zwaar kan dat zijn? Hey, Lansdowne Charters. Name Skylar. Skylar Kors. You might have heard of me. Zo, echt een prachtig vliegtuig, jongen. Things been getting kind of sketch around here, so... Roedeljager. It'll be me and maybe one other. Wat de hel? Schoot ik op zijn explosief of zo? Wat was dit? Helemaal een rookwolk blijft erover. Wat de hel? Daar is in ieder geval de story mission van Cheeseburger. Eerst even kijken wat ik hier überhaupt deed. Er is ook helemaal niets van die dude over. Hier was ik trouwens benieuwd naar. Komen er ook daadwerkelijk angels als ik angel aanschooi? Volgens mij is het alleen in Fates gebied. Nee, nu komen deze beesten erop af. Lol. Fuck yeah, guys. Het wordt ochtend. En we kunnen dus naar de visplek. In de hoop dat Cheeseburger hier ergens de zampies zit te vangen. Of moesten wij de zampies vangen om daarmee Cheeseburger te lokken? Zou zomaar eens kunnen. Het is wel echt super mooi weer. Tenminste, weer... Zo de perfecte ochtendje, weet je wel. Perfect vis weer. Laten we het daarop houden. Hallo, gaat het water eens uit? Kom op, vang dat lekkere zampie. Voor Cheeseburger. Inderdaad. Zampie is binnen. Hey, if you got that salmon, I just heard Cheeseburger was spotted at Lanero Building Supplies. Okay. Wel grappig gevonden dat we hem moeten lokken met een visie, een vers gevangen visie. Kom op, dit is een eigenwijs zampie. Nou, deze is wel wat zwaarder en wat groter, dat merkt hij ook wel. Laten we maar in het ochtendzonnetje ochtendgloren naar die missie gaan. Dat is het laatste waar die is gespot. Wat nou weer? Ga toch eens weg, joh. Dit bedoel ik. Dit is dat verzetsniveau wat er allemaal mee te maken heeft. Aangezien het daar ergens is, denk ik dat ik een bootje ga pakken. Jetski, zoiets. If possible. No, not possible. Yo, over there. Ja hoor, kan niet door bomen. Fuck, hij zat gewoon zijn eigen baasje op te vreten, hè, jongens. Voordeelpuntje hier. Mooi meegenomen. Pijltjes, ook sick. Wat ammo en... laat ik de quad pakken. Ondertussen gaat mijn tv bijna uit. Oké, okay, 600 meter afstand. Leuk verkenningsroutetje. Ja, niet in één keer de rivier in rijden.
verzin mijn eigen clutch Nixons. Oh, net niet. Zou zelfs sick zijn als dat was gelukt. Ik wilde er overheen springen. Oh, wegversperring. Oh, oh, oh. Moeten we daarheen? Ja, we moeten daarheen. Is hij voor het laatst gespot als alles meewerkt? Ik ga voor die Colette. Is het nou zo super stilletjes? Echt super stilletjes. We zijn ook in een zoekgebied. Cheeseburger. Oh shit, dat is de ravage die Cheeseburger heeft aangericht. Oh, ik hoor hem. Whatever you do, don't be shy or anything. Just get right up in there and give him the salmon. Cuddly little guy will eat it right out of your hand, don't you worry. Ja, prachtige questline, man. Maar zo, ik mis nog steeds die voice van deze character en de persoonlijkheid van deze man. Oh, nou komt hij helpen, hoor. Laten we hem dan gebruiken als het kan. Nee, de beren hebben nog niet verspild. Hallo, beertje, doe wat. VIP'tjes neer. Dankjewel, Jess. Auw. Ja, me too. Opeens is het druk. Wat is dit deuntje überhaupt? God damn! I heard you found Cheeseburger. As long as he's with you, I know he's safe. Just remember, don't actually feed him cheeseburgers. Cause, you know, he's got the diabetes. Ach gosh, Cheeseburger heeft diabetes. Wat een cutie is dit. Hoeveel punten zullen we krijgen? Uh-oh.
Jongens, het ziet ernaar uit dat we in de volgende aflevering de encounter van Jacob gaan krijgen. Niet nu al. Niet nu al, ik probeer eruit te rennen. Nee, ik probeer het te ontvluchten, maar het zit in mijn hoofd. Het zit in mijn hoofd, no. Please, guys, help. Soon enough. Did you think you were free? Well, your little buddy went to a whole lot of trouble for nothing. That's okay. He knows better now. I told you you're not a hero. You are a tool. You knew your purpose. Jongens, Jacob lijkt wel de sterkste van de drie, man. Zeker als je beseft dat die anderen hadden vrijwel niets wat mij beïnvloedde. Ja, Fate had de bliss. Maar ik bedoel, deze man zit in mijn brein, man. Een soort psychologisch gedoe. No sacrifice too great. Van die typische oorlogslines. Good. Call the herd. Gaan we weer. Hij zit in mijn brein. Ik vervolg continu hetzelfde. Hetzelfde riedeltje. Dit keer rennen er zelfs wolven voorbij. Jongens, ze ontploffen niet meer. Dit is het moment dat ik gewoon echt mijn eigen bunker aan het doodschieten ben. Ik heb ervoor getraind. Dit is het moment. Oh, wat erg. Nee, ik kill hem niet. Toch moet het. Ik heb Eli vermoord. Het was al die tijd zijn intentie. Hij zat in mijn brein. Only you could make this world seem right. Only you could make the darkness bright. Only you. Hey, only you could have gotten this close. Trust. It was always only ever you. Fuck you, dude. You did it. You passed your test. You made your sacrifice. But now, you're alone. And you're weak. And we know what happens to the weak. I call the herd. It's what I do. I'll be outside waiting for you. Eli! No! What the fuck did you do?
piece of shit! Weedy! He's busted you! Weedy! I busted you! Wait! Weedy! It was Jacob! No! Listen to me. It was Jacob. We've seen this before. Ronnie, Parker, this is what he does. And we let him right in. You find that motherfucker. You find Jacob. And you kill him. Or next time I see you, so help me God, I'll kill you myself. Dankjewel voor de opdracht, Adele. Ik zal het uitvoeren. Boeit mijn karakter toch niet, want die jongen praat niet eens. Call the Hurt. Jacob is echt freaky, man. Hij is psychologisch bij. Hij is bezig met hypnose. Hij is gespecialiseerd in hypnose. Chance to prove himself. All he had to do was hand over his white tails. Could have saved us all this trouble. Er klopt echt helemaal geen kut van wat hier gebeurt. Dit begint een beetje op Far Cry 3 te lijken op dit moment. Just let go. You've served your purpose. Oh nee, het is mijn eigen. Het zijn mijn eigen manschappen. The Whitetails are nothing without Eli. You are nothing without Eli. Fuck Jacob, man. Je moet een einde aankomen en snel ook. Niet ver genoeg. Gaat het niet kapot? You're tougher than I thought. But killing me won't change a goddamn thing. You think I give a shit if I die? That's my purpose. I give my life for Joseph's, and I do it gladly. I understand my role. I am his sacrifice. Simple as that. The fuck? Dat is echt heel freaky. Die tekst. Ja hoor, hij kan niet dood. Wat is dit voor noob shit? Dat is oneerlijk. Wat? Dat hoorde gewoon raak te zijn. Maar oké.
Pussy. Bijna raak ook. There's no win for you here. It all ends bloody. For everyone. You die now, or you die later. It's up to you. But either way, you won't die a hero. Oh, my brother saw all this coming. I don't know if he talks to God. That doesn't matter. He was right. Humanity is once again in crisis. It doesn't matter what we build or achieve. We will always find a way to break it down. Babylon. Empires rise, empires fall. America, we're no different. We think we're indestructible. World War II, war on terror. We survived it, but it only brought us closer to the edge. And this is where we are, right here, on schedule, just waiting for someone to push us. You pushed us. You did everything he said you would do. And you didn't even know it. You had no fucking clue. Fuck this guy. Hij heeft me het leven echt zuur gemaakt. I don't know if thank you is the right thing to say, but... Well, Eli's death won't be in vain now. I'm sorry about what's happened, truly. You ain't the only one to blame, but... Now ain't the time to mourn or point fingers. That Deputy Pratt of yours and a whole bunch of our whitetails are wasting away in Jacob's armory. Get moving. We're counting on you. Bereik Jacob's bunker op 2000 meter. You might want to pop in a nearby shop and check out some new gear. Ga ik zeker doen, man. Daarmee ga ik zelfs de aflevering eindigen, Dutch. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. En natuurlijk de volgende aflevering gewoon weer bij zijn. Waar we dus daadwerkelijk naar Jacob's bunker gaan. Hij zat hier. Hier is hij gestorven. Gewoon letterlijk op een rots. Voor de bunker van de Whitetails. Waarom is dit dicht? Ik weet het niet. Ik ga in ieder geval... Alles zit op slot, dus ik kan mijn eigen bunker niet eens in om nieuwe loadout te kiezen. Ik was van plan om een nieuwe wapen uit te testen. Jacob's eigen sniper gun namelijk. Ik hoop dat jullie hebben genoten en de volgende part weer bij zijn waar we daadwerkelijk zijn bunker ingaan. En Jacob's stuk afronden en dan waarschijnlijk doorgaan naar Joseph. Joseph C. The Father. Ik ben super benieuwd en ik hoop dat jullie hebben genoten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende, guys. Peace.